Leeuwarders houden wel van een feestje. Nu, maar zeker ook vroeger. Bijzondere gelegenheden werden aangegrepen voor een hapje, een drankje en het gezelschap van anderen. En niet alleen verjaardagen en bruiloften, ook publieke feesten waren goed om eens uit de band te springen. Zo werd in 1985 het 700-jarig bestaan van Leeuwarden groots gevierd. Het hele jaar door werden activiteiten georganiseerd, met als hoogtepunten de optocht en een grote reunie. Opmerkelijk is dat 50 jaar eerder, in 1935, het 500-jarig bestaan van Leeuwarden werd gevierd. In 50 jaar tijd was de stad maar liefst 200 jaar ouder geworden. Uit een oorkonde uit 1285 was namelijk gebleken dat Leeuwarden in die tijd al als stad functioneerde. Een goede aanleiding om nog eens flink uit te pakken dus. Gouverneursplein waande Leeuwarders zich letterlijk in de middeleeuwen tijdens een historisch feest. Middeleeuwse figuren als magiërs, potsenmakers, kwakzalvers en troubadours vermaakten het publiek. De eerste helft van de vorige eeuw waren er vooral stadsfeesten en feesten met een religieuze oorsprong, zoals Sinterklaas. En natuurlijk kalenderfeesten als Oud en Nieuw. Pas vanaf de jaren 50 kwam er meer verscheidenheid in feesten en festivals. Nieuwe wijken organiseerden buurtfeesten, die vooral op kinderen grote indruk maakten. Wat is er nou heerlijker dan spelletjes als koekhappen, zakje lopen en poppenkast?
Van een heel andere orde was de kermis. Het was een van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. En tot in de jaren 50 keek bijna iedereen er het hele jaar naar uit. Het gold niet alleen voor Leeuwarders, maar ook voor een groot deel van de Friezen. De Leeuwarder kermis was zelfs één van de grootste van Nederland. De voorloper van de kermis was de jaarmarkt, waar reizigers allerlei spullen en diensten te koop aanboden. Vanaf de 19e eeuw werd de kermis op het Saailand gehouden. Leeuwarders kwamen niet alleen voor de handel en het vermaak, de kermis was ook het venster op de wereld. Er was veel te zien. Wonderen der natuur als een Siamese tweeling en panorama's met de laatste veldslagen daarop afgebeeld. Die betekenis ging vanaf de jaren 50 langzamerhand verloren, met de komst van ander vermaak als televisie en later het internet. De bewegende attracties werden belangrijker. Ook de gezelligheid en het chance in de attracties bleef tot op de dag van vandaag bestaan. De meest succesvolle onderdelen van de kermis, zoals de bioscoop en het circus, gingen al in de 19e eeuw een eigen leven leiden. De circusdieren, de acrobaten en de clowns bleven altijd een grote aantrekkingskracht houden. Toen Circus Althoff in 1953 haar circustenten op het Saailand opzette, stroomden nieuwsgierige Leeuwarders toe. Wie het circus niet had bezocht, kon de dieren en circusartiesten zien tijdens de optocht door de stad. Het Simmetwa 1000 werd voor het laatst op indrukwekkende wijze feest gevierd in Leeuwarden. Wanneer
wanneer het eerstvolgende grote feest zich aandient, is nog even afwachten. Wellicht is de opening van het nieuwe Fries Museum aan het Zeiland een mooie reden om weer eens flink uit te pakken.